Oké. En we zijn begonnen met deze cardio workout. We gaan even starten met 30 seconden op de plek wat los joggen. Iedere oefening is 30 seconden. We hebben 6 oefeningen. Die draaien we 2 keer. Dus dan zijn we 6 minuutjes verder. Nog 10 seconden op de plek joggen. Het is jouw warming up, dus begin rustig aan. En ga het langzamerhand opvoeren. Nog 3, 2, 1. Ice skater hold. Zijwaarts jumpen, zijwaarts en even vast. Links, rechts, even vast. Nou, gaat het goed? Dan ga je langzamerhand die bewegingsuitslag wat vergroten of het tempo wat verhogen. Maar let op, het is de warming up nog, hè? Dus we gaan hem nog rustig aan opbouwen. We hebben nog 10 seconden in deze oefening. Dan gaan we over naar een volgende oefening. Dat zijn de mountain climbers. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Alright, mountain climbers. We gaan steunen op de armen en je gaat op eigen tempo de knieën richting de elleboog brengen. Lukt dat niet, het steunen op de elleboog, dan mag je hetzelfde doen op de rug liggend. En dan ga je voor de bicycles. We hebben nog 10 seconden te gaan. Dan gaan we over naar de vierde oefening. Dat is de zijwaartse shuffle met tap tegen de grond. Nog 3, 2, 1. Alright, komt u maar staan. We gaan een zijwaartse shuffle maken. Een paar pasjes, even richting de grond. Heb je het gevoel dat die hartslag al ergens op niveau 5 ligt van 5, dan doe nog ietsje rustiger aan. Hè. Het is de warming-up. Zometeen komt nog het echte deel van werken. Dus pak die zijwaartse shuffle, tik even de grond aan. Dat mogen heel veel shuffles zijn voordat je de grond aantikt of wat minder. Nog 5 seconden. Dan gaan we over naar de ski jumps. Nog 2, 1. Alright, alright, daar komt die. Ski jumps op de plek. 1 voet voor, 1 voet achter. Je maakt de wissel, je mag de handen meenemen. Begin de oefeningetjes wat klein. En vervolgens ga je het tempo wat verhogen. En je kunt al zien de verschillen tussen wat hoger tempo of lager tempo. Als het goed is begin je nu al wat te merken aan de ademhaling. Ademhaling is al wat verhoogd. Je begint het al wat warmer te krijgen. Nog 5 seconden, dan krijgen we de travel push-ups. 2, 1. Alright, dan gaan we in een push-up houding starten. Je loopt een paar stapjes opzij en daarna pak je de push-up. Dat mag zijn op de knieën, dat mag zijn op de tenen. En als je wat minder push-ups wil maken, dan ga je wat vaker op en neer lopen. Goed bezig, dames. We hebben nog 10 seconden. Dan gaan we terug naar de eerste oefening van deze serie. En gaat de intensiteit wat omhoog. Nog 4, 3, 2, 1. Alright, alright. Komt u maar staan. Even joggen op de plaats. Gooi die armen wat los. Gooi die benen wat los. Ren wat rond. Je hebt plek als het goed is. La la la, daar is hij, daar is hij. Dit is het tweede blokje van de warming up. Dus dat betekent dat we ietsje hoger intensiteit kunnen gooien. Oh, de elleboogstoot, dat was hem. Nog 10 seconden. Alright, we gaan voor oefening 2. Ice skater hold. In 3, 2, 1. Ice skaters. Zijwaarts, zijwaarts, hou vast. Zijwaarts, zijwaarts, hou vast. Je kunt het tempo wat verhogen met kleine sprongetjes of juist grotere sprongen maken. In beide gevallen is die intensiteit hoger. Zijwaarts, zijwaarts en hold. Iedere keer even die stabiliteit. Zak wat dieper door als je die intensiteit omhoog wil gooien. Nog 5, 4, 3. Mountain climbers. Yep, daar gaan we. En in plaats van langzaam mag je eventueel ook dat tempo wat gaan verhogen. We gaan ons nu langzamerhand echt klaarmaken voor de workout. Dus je hartslag mag redelijk hoog. We hebben nog 10 seconden voor deze oefening. Dan gaan we nog staan voor die zijwaartse shuffle en tap. Nog 3, 2, 1. Komt u maar. Zijwaartse shuffle. Tik aan de grond. Ha. Snellere shuffles met een diepere tap om die intensiteit te hogen. En eventueel het rijken wat verder van je af, zijwaarts of naar voren. Maken we de beweging groter. Nog 5 seconden. Dan krijgen we de ski jumps. 2, 1. Alright, alright. Grote stappen.
Ademhaling is niet helemaal meer onder controle. Nou, in dit deel van de warming-up, 10 seconden nog. Nog 3, 2, 1. Traveling push-ups. De laatste oefening van deze warming-up serie. Dan wel op de knieën, dan wel op de tenen. Even een paar keer zijwaarts. Vijftien seconden, dan zijn we in ieder geval goed warm op de warming-up. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En alright, alright. Keurig. Tijd voor een slokje drinken, even 2 minuutjes. Hartslag terug naar beneden brengen en dan gaan we beginnen met de intensiteit. Oké dan, daar gaan we weer. We hebben de warming-up gehad, een slokje drinken en we zijn klaar voor de workout. We hebben zometeen 3 oefeningen. Iedere oefening komt 2 keer terug. En we gaan 40 seconden werken met 20 seconden rust. Bedoeling is wel dat de intensiteit hoger is als de warming-up, hè, dames. Alright, we gaan voor oefening 1. Oefening 1 is zometeen voorwaartse lunge, zijwaartse lunge in combinatie met een squat en daarna de andere zijde. Alright. We gaan over 5 seconden starten. In 2, 1 en starten maar. Voorwaartse lunge, zijwaartse lunge, even een squat tussendoor. Andere zijde. In het begin is het de bedoeling om de oefening even te leren kennen. Dus kijk even hoe het gaat. Probeer voor jezelf dat ritme erin te krijgen. Met een voorwaartse stap, een zijwaartse stap en een squat tussendoor. En als je dat gevoel hebt dat het wel goed gaat, dan ga je het tempo wat verhogen. Het is een cardio workout, hè? Dus we gaan ervoor een verhoging van de hartslag. We hebben inmiddels 30 seconden gehad, nog 10 seconden te gaan. Met vervolgens dan 20 seconden rust. Dus je mag best even die hartslag omhoog hebben, even buiten adem zijn. 2, 1 en tijd voor 20 seconden. Alright, gooi je benen even los. Gooi die armen even los, dan gaan we zo meteen voor de tweede workout. Dat is de walkout en de shoulder tap. Dus we gaan vanuit een grote plank de schouders aantikken. In 3, 2, 1 en dan gaan we. Walkout naar voren, naar die hoge plank. Tik die schouders omste beurt even aan en strek jezelf weer uit. Terug naar voren. Schouder links, schouder rechts. En omhoog. Hey, en gaat dat goed? Gaan we de tempo verhogen. Terug omhoog, strek uit. Hop, terug naar voren, hoge plank. Tap en tap. We zitten op 30 seconden. Er is nog 10 seconden te gaan aan deze oefening. Nog 1 keertje naar beneden en terug. In 3, 2, 1. En super timing, 20 seconden rust. Dan gaan we voor oefening nummer 3. Dat zijn de voorwaartse lunges met een twist. Dus we gaan met het handje voorbij de knieën. In 5, 4, 3, 2, 1. Dan gaan we grote stap naar voren. En kruis links voor je knie langs. Stap je met je rechtervoet naar voren. Dan gaat je linkerhand schuin. Stap je met je linkervoet naar voren. Dan gaat je rechterhand schuin. Probeer een lange rug te houden, die stappen groot te maken. En deze eerste ronde van deze 3 oefeningen is om hem ook even te leren kennen. Hè. Zometeen in de 2e ronde gaat die intensiteit omhoog. We hebben inmiddels weer 30 seconden achter de rug, dus nog 10 te gaan. In 4, 3, 2, 1 en los voor 20. Dan gaan we over naar die eerste oefening. We kennen hem inmiddels, dus de intensiteit mag nog ietsje hoger. Let op, we willen een hogere hartslag als een nieuwe warming-up. Hè. Dat is dat voorwaarts, zijwaarts en squatten. In 5, 4, 3, 2, 1 en dan gaan we. Stap, stap, squat. Stap, stap en squat. Daar is hij. Tegelijkertijd met het hartslagverhogende deel zijn we ook even die benen aan het trainen. Serieus? 20 seconden. Halverwege.
Netjes. Vooruit. Zijwaarts. Squat. Hou vol, hou vol. Nog 5 seconden. Heb je even 20 seconden rust? Hoe is het met de hartslag, dames? En tijd. 20 seconden, even rust. Dan krijgen we de walkout shoulder tap. Is een blokje van 6 minuten. Stel jezelf erop in. We hebben nog 10 seconden. Dan gaan we over naar die tweede oefening. Walkout shoulder tap. Bring it on. In 3, 2, 1. Daar gaan we. Walkout. Tap en tap. Netjes, netjes. Kijk. En als het goed voelt, als het makkelijk gaat, dan mag je dat sprongetje erbij maken. We zitten inmiddels op 30 seconden. Er is nog 10 seconden te gaan. Hou nog even vol. Maak nog even die herhaling af. Ah, er kan er nog eentje bij. In 2, 1 en hoog op. Alright. Keurig. De laatste van deze serie. De laatste 40 seconden. Dat is de lunge en reach. Dus die voorwaartse en vervolgens dat rijke kruislinks voor je lichaam langs. Laatste 40 seconden is die hartslag op level 4 of 5 in 2. 1 en daar gaan we. Stappen en rijken. Hoppakee. Keurig. Hou die lange rug en rijk met die handen voorbij die knieën. Grote stappen maken. Snel terug. Nog 25, come on! En de laatste, 5, 4, 3, 2, 1, check. Alright. Blokje 1 na je warming-up. 2 minuten rust, pak dat slokje drinken. Zijn jullie klaar voor ronde 3? Check. Alright. De hoogste intensiteit van deze workout. We hebben wederom 3 oefeningen. We gaan ietsje korter werken, 30 seconden. We hebben ietsje langer rust. Dus die intensiteit mag nu echt naar level 5 van 5. We beginnen zometeen met een jump vooruit, een jump zijwaarts en een squat. Lukt dat nou niet, pak dan de eerste oefening van het vorige blokje, die zijwaartse en de squat. Alright, in 3, 2, 1, daar gaan we. 30 seconden. Jump, squat. Jump, squat. Het is jouw intensiteit. Het is jouw level 5. Dus kijk waar je naartoe kan gaan. In dat tempo, in die sprongetjes. We zitten inmiddels al op 15 seconden. Dus hou vast, hè. Hou dat tempo vast. Jump, squat. 10 seconden nog. Daarna heb je 30 seconden rust. Kun je heel even uitpuffen. Maar nu nog even gas erop. In 3, 2, 1 en los. Keurig. Alright. Gooi die benen los. Let op. De tweede oefening is de burpee met push-up. Dus een sprongetje naar achter, push-up erbij, terug naar voren en sprong op. Bij deze geldt hetzelfde. Als de oefening niet te doen is, ga je voor de walkout met de shoulder tap variant. Dus het is jouw workout. Kijk wat je aan kunt. Nog 10 seconden. Dan gaan we weer starten. Klaar voor, dames? 30 seconden werken. In 3, 2, 1 en gas. Burpee push-up. Jump terug en sprongetje. Lukt de push-up niet op de tenen, dan mag je uiteraard na die burpee de push-up op de knieën maken. Zit inmiddels op 15 seconden. Probeer dat tempo vast te houden. Laag en op. Jump. Laag en op. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en 30 seconden rust. 30 seconden rust. Hey, let op, hè. We draaien dit rondje ook 2 keer. Dus we hebben nu nog 1 oefening. Dat zijn de jumping lunges met twist. Dus we krijgen de snelle wissel in die lunges met die draai. Ook hier, hè, lukt het niet. Dan haal je die sprong eruit en is het een stap en stap. Net als oefening 3 van net. In 5, 4, 3, 2, 1. En go! Switching met die jumping lunges en rijk voorbij die knie.
Hoe groter de sprongen, hoe sneller de sprongen, hoe hoger de intensiteit. En dat is wat we willen, level 5 van 5. In dit blokje, het is een cardio workout, laat die hartslagen gaan. Nog 5, 4, 3, 2, 1. 30 seconden rust, dames. Alright. De eerste 3 oefeningen van dit blokje gehad. Het is tijd voor de laatste 3 minuten. Vijftien seconden rust nog. Hartslag hoog, dat is de bedoeling. Oefening 1, hè. Jump squats. In 3, 2, 1, daar gaan we. Jump, squat. Jump, squat. Na deze 2,5 minuut is het tijd voor de cooling down. Dus je mag nog even gas geven als het lukt, als je nog over hebt. 15 seconden, laat gaan. Jump, squat. Kleintjes snelle. Jump, squats. 10 seconden. In 3, 2, 1. Netjes. Ademhaling is niet onder controle, maar probeer in deze 30 seconden die hartslag wat terug te brengen. Door rustig in te ademen door de neus, rustig uit door de mond. Je mag wat op en neer lopen. Je mag ook even een positie pakken waarbij je terug op adem kan komen. 15 seconden hebben we nog. Helemaal prima. Het is mooi weer. Het zonnetje schijnt. Nog 5 seconden. Dan gaan we voor de burpee push-ups. 3, 2, 1, go! Check. Hou die hoge plank. Even die push-up erbij en spring weer omhoog. En kies ervoor. Lukt het niet meer om die burpee vol te houden? Stop dan niet. Maar ga voor de workout met de shoulder taps. Blijf in beweging voor nog 10 seconden. Laat gaan. Come on. Push jezelf door. Nog 4, 3, 2, 1. En tijd voor 30. Netjes. We hebben er nog eentje, dames. Even die benen. De jumping lunges met twist. Nog één keertje. 30 seconden. Ook nu, hè. Gooi die benen los. Pak even dat ademhaling. Rustig in, rustig uit. 10 seconden. Klaar voor? Aha, de laatste, dames. 3, 2, 1, go! Jumping lunge and twist! Oh jee. Voor straf, 5 seconden langer. Ja. Hou vol. 20 seconden gehad, 10 seconden te gaan. Nog 3, 2, 1 en tijd. Ja, natuurlijk die extra 5. Super gedaan. Tijd voor de cooling down.